Mijn naam is Karien en vandaag wil ik een aantal manieren laten zien waarop je een colbertje kunt combineren. Ik heb er eentje aan en nu heb ik hem super casual gecombineerd, maar ik ga je vandaag gewoon verschillende manieren laten zien. Als eerste dit colbertje en dit is een poederroze colbertje met leren details. En door die leren details ziet hij er net wat stoerder uit. En zoals je kunt zien heb ik die gecombineerd gewoon heel simpel met een nude kleurig shirtje. Eigenlijk dezelfde kleur, nou, bijna poederroze als het colbertje. En gewoon een zwarte broek en zwarte pumps. Zo komt het leer van de pumps terug in het colbertje en het poederroze komt terug in het shirtje. En ik vind dat heel mooi, rustig, heel ideaal voor bijvoorbeeld naar je werk. Nou, wil je het vrolijker aanpakken en meer voor een vrije dag, dan kun je bijvoorbeeld zo'n kleur colbertje aandoen. Dit is een heel heftig, bijna fluoriserend oranje colbertje. Vind ik echt een prachtige kleur, zeker als je straks in de zomer lekker bruin bent, nou dan haalt dit echt volgens mij enorm op. En dit heeft een soort dubbel laag effect, vind ik heel grappig. En hij heeft 3/4 mouwtjes, wat hem meteen al een beetje een vlotter effect geeft. Gecombineerd met een lekkere gescheurde boyfriend jeans, geeft hij gewoon meteen, ja, weet je, een stoerder effect aan de outfit. En dan met dit lekkere espadrilles eronder, met dezelfde kleur als eigenlijk het colbertje is, heb je weer een mooie match te pakken en zie je er eigenlijk heel erg casual uit. En heb je toch een colbertje aan. En het laatste is het gewone zwarte colbertje dat iedereen kent. Dit kan je natuurlijk op 100.000 manieren combineren. Maar een van die manieren is gewoon bijvoorbeeld als je uitgaat. Draag er een shirtje onder met bijvoorbeeld een glittertje erin. En daaronder een leren broek. Dat geeft meteen een heel ander effect. Zo'n leren broek is meteen al, ja, stoerder, maar ook vrouwelijk. En zeker als je daaronder nog glitterschoentjes draagt, nou, dan ben je helemaal klaar voor een leuk feestje. Maar die kun je dus ook bijvoorbeeld gewoon dragen met de combinatie die je bij het eerste setje zag. Alleen dan het zwarte colbertje, poederroze shirtje, gewoon een zwarte broek, zwarte pumps en dan ben je ook klaar. Maar je zou hem ook kunnen combineren met bijvoorbeeld het shirtje wat ik onder dit colbertje draag. Zo kan je een zwart colbertje echt op 100 manieren dragen. En een colbertje kan je op zoveel manieren aantrekken. Ik heb ook heel veel colbertjes. Ik ben dol op die dingen. En weet je, zijn lekker warm als je het hebt. Ze geven gewoon een bepaald, ja, toch, je voelt je er zekerder mee. Dus ik hoop dat je hier inspiratie uit op hebben kunnen halen. En in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!